I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Doen. Ik ga me klaarmaken en dan gaan we lekker weg. Oh, heerlijk! Het zonnetje schijnt. Ik ben naar Leidse Hagen gereden, want ik wil heel graag bij Tessels gaan kijken. Wat wacht ons in Leidschendam? We hadden al de Tessels zitten. Van Natasja. En zij maakte echt de lekkerste cupcakes. Maar ze is dus verhuisd naar Leidschendam. En ik ga eventjes bij haar kijken in haar winkeltje. Want het is echt zo vet als ik het op Instagram zie. Dus ik ben benieuwd. Ik zie hier achter mij een heel lekker teentje waar ze dus broodjes op een dang hebben. En ik wil even weten hoe dat smaakt. Dan niet kan kiezen, bestel ik gewoon drie verschillende dingen die we met elkaar delen. Zo kan ik tenminste voor alles iets proeven. Aan het kleine winkeltje wat ze in Alphen had. Maar het is hier echt zo druk. Er staat echt een enorme rij. We moesten echt vechten om een plekje. Ze komen eraan, ze komen eraan, ze komen eraan, ze komen eraan. Ze staat klaar. Oh, kijk dan wat een feestje. En speciaal voor jou natuurlijk nog even. Hey, lieve dag. Natuurlijk enorm Instagram waardig is. Dat zijn we dus even voor een plekje geruild, want hier heb je echt perfect licht. En ik heb een fotograaf bij me. Ik ben nu net aan het doen alsof ik aan het lachen ben, want Dennis is een foto van me aan het maken. Eerst moet je gaan bedenken van hoe je het gaat ontleden. Je moet dus die donut eraf halen, neerleggen. Dan kan je je milkshake drinken. Zo lekker. En echt veel te zoet. Maar ja. Yummy, yummy. Maar ik hoef niet bang te zijn dat ik straks onderweg naar huis flauw val. Vanwege suikertekort. Dit is echt lekker. Voor die tijd van de maand. Nou, al met al. Het is maar goed dat ze niet meer in Alphen zit. Want het ziet er zo leuk uit en het is zo lekker. Dat ik vrees als dit in Alphen zat, dat ik dan elke vrije woensdag er naartoe ging. En nu moet ik er helemaal speciaal naartoe rijden en zo. En dat is toch iets meer moeite wat ik ervoor moet doen, zeg maar. Maar het is wel echt een aanrader. Hou van toko's. Heerlijk lekker rondsnuffelen. Ik krijg gelijk weer zin om van alles lekkers te maken of zo. Mijn bami-soep is op. Dus dan kan ik die hier even meenemen. Echt, als ik voor elk pakje wat ik hiervan in mijn leven heb gegeten een euro zou krijgen, dan was ik nu echt schatrijk. Ik heb echt deze geverslind. Je snapt wel, heel veel gegeten. Ja, het is duidelijk nog een locatie die in aanbouw is. Heel veel dingen die nog moeten verbouwd worden en weet ik veel wat. Maar dit is wel een plekje waar ik graag nog een keertje terug ga. Lekkere dingen om te eten en
Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat was hem dan. Mijn vlogje van deze week. En ik zeg met recht vlogje, want het was een klein vlogje. Ik had gewoon niet heel veel behoefte om de camera er elke keer bij te pakken. Deze week voelde echt zoals het ook, zoals ik het geëdit heb, als een cirkeltje wat elke dag maar weer overnieuw begon. En ja, de sleur begint er nu gewoon een beetje in te komen op werk. Het eind is in zicht. Aankomende zaterdag, de laatste dag dat we open zijn. En we zijn er allemaal wel klaar voor. Maar het is toch ook alweer pijnlijk dat het nu echt definitief gaat stoppen. Dus dat volgende week. Maar maakt wel dat ik echt enorm veel zin heb om te gaan starten met alle leuke dingen waar ik op de achtergrond mee bezig ben. En ik heb een leuk idee voor de lancering, maar daarover volgende week meer. Dus ik hoop dat je volgende week weer kijkt en dan zal ik er weer wat leukere content in stoppen dan deze week.